Hoi allemaal, wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe update van mij, van Karien van Blonde Beauty Fashion. Over Elin, mijn dochtertje, en een beetje over mij. En misschien komt Niels ook af en toe voorbij, mijn zoontje, die inmiddels 3,5 is. En mijn dochtertje is nu 10 maanden. Dus ik ga weer wat vertellen. En ook een klein beetje dus over mij, maar vooral zal het over haar gaan. Als je denkt, wat ziet ze er blotebillerig uit? Dat klopt, want ik heb geen mascara op, want ik heb... al ongeveer een week ontstoken ogen. Week, zeg ik dat? Anderhalf week. En naar mijn werk doe ik de laatste dagen wel mascara op, maar thuis niet. Want ja, des te eerder gaat het over. Met mascara blijf je zelf ook een beetje infecteren. Dus bear with this bare face. Maar ja, we gaan het zo doen vandaag. En ja, hoe gaat het? Met de ene gaat het heel goed. Ze heeft haar eerste tandje. Yay! Waarbij ik nu ik dit zeg meteen bedenk, hey, dat is dan tijd om te poetsen. Maar goed, het is, hij is door, maar hij is nog niet helemaal up in the air. Het is zeg maar voor mij zeg maar linksonder, voor de kijkers rechts onderin, is haar eerste tandje doorgebroken. Dat is eerder dan Niels, want Niels kreeg het pas op zijn eerste verjaardag. Ja, en hij kreeg er meteen 4 en zij heeft er nu gewoon eentje onderin. We weten niet helemaal of ze er echt last van heeft gehad. Ik denk als je zoiets zegt, dan heeft ze er dus niet zo last van gehad, maar... wij waren op vakantie en ze heeft de eerste nachten daar heel onrustig geslapen. Overdag super blij ei, maar de nachten waren echt heel onrustig. En na een nacht of 3 was dat weer voorbij. Maar toen hebben we er ook in een andere kamer gelegd, namelijk bij mijn ouders. Dus wij hadden ook een beetje idee aan de kamer nog waar wij in sliepen. Maar goed, ik weet het niet. Het kan dus ook een tandje geweest zijn, want die kwam ja, niet ver daarna. Dus wie weet dat ze daar last van had. Ik weet het niet. Maar geen gekke luiers of ja, ze knauwt altijd overal op de hele tijd. Dus ja, daar konden we niet echt iets aan aflezen. Dat doet ze echt al maanden. En ja, verder, ja, we hebben niks anders aan haar gezien eigenlijk. Het was meer dat op een gegeven moment ze in mijn vinger beet. Of nee, in mijn moeders vinger volgens mij. Dat zei, hey, een tandje. Want af en toe voel ik wel eens. Maar goed, er was in ieder geval eerder nog niks te voelen. Dus nou ja, eerste tandje. Ja, klein meisje voor de groot. Daarover gesproken groeit ze volgens mij prima. Ja, ze blijft gewoon in haar, denk ik, in haar eigen lijn. Dus lang en slank. Maar ze eet heel goed. Ze eet, nou ja, echt een boterham. Ze eet nou, meestal dus zo'n potje. En wat we dan vaak nog doen, is daarna geven we haar nog, afhankelijk van wat wij eten. En dat kan niet altijd, maar bijvoorbeeld sperziebonen of dopertjes of broccoli of een aardappeltje. En dat vindt ze allemaal heel leuk om nog mee te eten. Maar wat wij merken, zij wil vaak in actie komen. Dus zeg maar gewoon gevoerd worden om te eten. Nou, dat moet gewoon niet te lang duren. En dan eet ze. Ze eet zo'n heel potje echt... Zo, maar datzelfde gehad, dat heb ik wel eerder verteld over flessen. Bij haar moet gewoon de grootst mogelijke speen erop waarbij ze nog niet stikt, zeg maar. Dan drinkt ze meteen ruk leeg. En dan is het klaar. Het is niet een baby dat lekker rustig bent en dan een beetje gaat genieten ervan. Nee, het moet gewoon op, want ze heeft meer dingen te doen in haar life. En dat is dus ook zo met eten. Dus als je wil dat ze een goede portie binnenkrijgt, dan is het dus niet zo van hapje voor één, hapje voor mama. Nee, gewoon door, zeg maar. Dus wij doen eigenlijk altijd... haar rond 5:30, 6:15 een potje geven. En dan schuift ze om 6:00 bij ons aan tafel. En dan vindt ze het dus heel fascinerend om met zo'n sperzieboon of ertjes te prutsen. Maar dat wil ze dan zelf doen. Dus dat is nu een beetje hoe we het doen. En ja, dan gaat het heel goed. Want het is natuurlijk wel zaak dat zij goed eet, omdat ze vrij snel te dun wordt. Maar datzelfde geldt dus voor flessen. We hebben nu de nachtfles wat opgepakt. Plus weer, want we hebben weer een paar keer een voeding van 11:00 gehad. Terwijl we dat al heel een tijd niet meer hebben. Dus dan plussen we die van 7:00 een beetje op. Maar ja, soms drinkt hij op, soms niet. Ik heb ook zo'n grotere diefraxfles, zo'n papfles. Met een, ik had eerst een XL-speen, maar dat werkte niet. Dus nu heb ik een L-speen. Alleen om een of andere reden gaat, zeg maar, als dit is zeg maar een speen. Maar dan gaat hij dus, zeg maar, een soort van, ja, ik kan niet goed voordoen, maar zeg maar zo... Heeft iemand daar ervaring mee? Ik snap dat niet, want deze doet dat nooit. En ze kan hier natuurlijk haar hele mond omheen doen en om die white niet. Maar ik weet het niet. Het lijkt, is er iets mis met dat ding? Want daardoor kunnen we dus van deze
kan je maar vullen tot 2,50. Dus dan 2,10 plus poeder. En dan zit hij gewoon vol. Terwijl ze eigenlijk misschien ook wel 2,40 wil drinken. Maar met die andere fles, ja, dat werkt dus niet. Dus ja, wij zitten daar een beetje mee te stoeien. Dus heb je er ervaring mee? Let me know. Met de white fles, zeg maar, van die vlak, die vlak, zo. En dan een L-speen hebben we erop zitten. Maar misschien heb ik de verkeerde speen genomen of zo. Ik weet niet. Maar goed, dat doet ze dus eigenlijk heel goed. Wat ze verder heel lekker vindt, is knagen op van alles. Komkommer vindt ze echt fantastisch. Een wortel wil ze ook knagen, maar goed, kan ze verder niet eten. Van die maisvingers doen we dus vaak. Of gewoon de pure basis mais. Of van Alice Kitchen heb je ook nog een aantal soorten. Brood, dat eet ze ook prima. Ze is niet heel erg van beleg. Dus ze vindt boter prima. Af en toe een hapje met pindakaas is ook oké. Maar verder wordt ze er nog niet heel warm van. Maar goed, dat laat ik dan ook maar een beetje aan. Maak het uit. Tenminste, ik denk dat dat niet heel erg uitmaakt. Dus ook als van een aardbeidje opprakken. Of ik doe wat van een fruithapje als beleg erop. Of ja, wat doe ik er nog meer op? Nou, ik heb een aantal dingen geprobeerd, maar ik krijg er weinig enthousiasme van terug. En ze vindt korstjes knagen heerlijk. Dus ze knaagt graag op korstjes. Drinken doet ze nu uit zo'n Nubi beker. Dus zo eentje die je 360 graden kan draaien en er niks uitkomt. Maar sowieso vindt ze drinken heel leuk. Dus ook als mijn moeder of ik thee drink, dan wil ze uit dat glas meedrinken. Of gewoon überhaupt uit een glas drinken waar je uit drinkt, vindt ze heel leuk. Als er water in zit, vindt ze het ook leuk. Dus nee, dat gaat eigenlijk allemaal heel erg goed. En ja, qua ontwikkeling gaat het gewoon heel, heel leuk hoe ze het allemaal doet. Ik lig echt in een scheur met haar. Ik heb er even een theetje bij gepakt, want ik heb zo'n droge mond. Maar ze heeft echt humor. Het is echt, gisteravond was ik eraan het omkleden. Ze is nu natuurlijk heel erg aan het nadoen en aan het reageren op je. Dus ze doet dan zo. En deed ik het terug en deed zij het weer. En dan schaterlachen. Dat vond ze echt hilarisch. Wat ze ook heel leuk is, dat dan zit zij. En dan rol je een balletje naar haar toe. En dan geeft ze het in jouw hand terug. Dat vindt ze ook om te gieren. Ja, ze heeft echt humor. Ze doet ook een beetje grapjes. Of dan gaat ze ineens zo zich verstoppen achter de slap. En dan kiekeboe doen en zo. Ja, het is echt een portret. Ik zeg het volgens mij elke video. Maar het is echt een portret. Het is ook een ontzettende deugniet. Ik weet niet of het vanaf tijger al het opvoeden begint of vanaf kruip. Want ze zit nog steeds, zeg maar, in de tijgermodus. Ze probeert echt te kruipen, maar ze snapt het niet. Dus, maar goed, tijger komt dus ook overal. En als je dan heel veel niet oplet, dan kruipt ze heel snel zo de kamer uit. Dan gaat ze eerst naar het toilet. Nou, die deur doe ik tegenwoordig dus dicht. En dan kruipt ze naar Niels' kamer. Met een beetje pech zit er plas in zijn potje en stopt ze er al hand erin. Nou, dan gaat haar route verder naar zijn gordijnen. Dan gaat ze daar achter zoeken. Nou, het is echt. Of we hebben zo'n kabeltje onder tv-meubel. En dan weet ze altijd eronder vandaan te hengelen. En dan weet ze dat het niet mag, denk ik. En dan zeg ik, nee, Elin. En dan gaat ze zo. Nee, Elin. Nou, goed, het is komisch. Maar ik weet dus niet. Ik weet dat vanaf kruipen, zeg maar, is de verbinding gemaakt in je hoofd, zeg maar. En een bepaalde verbinding is er dan en dan begint het echt te opvoeden. Maar ja, ik weet dus niet of dat met tijgen ook zo is. Heeft iemand daar ervaring mee? Let me know. Nou, ik begin er een soort van te corrigeren, maar ja, weet je, ook met op de grond gooien. Ik zeg het wel, maar ja, ik geloof niet dat ze heel erg in geïnteresseerd is in mijn mening. Niels en Elin spelen ook heel leuk samen. Ze vinden elkaar echt ontzettend leuk. Het is heel leuk om te zien. Blijft altijd wel lastig, omdat ja, hij gaat dan, zeg maar, bijvoorbeeld met zijn hoofd tegen haar hoofd. Hij komt, zeg maar, met zijn hoofd dicht bij haar hoofd. En dan gaat zij beuken er dan tegenaan. Dan hebben ze allebei pijn. Nou, dat soort dingen. En wat hij bijvoorbeeld, ze vindt het heel leuk als je in haar gezicht blaast. Maar dat vindt ze natuurlijk 1 of 2 keer leuk. Maar niet als je de hele tijd in haar gezicht blaast. En Niels blaast nu de hele tijd in haar gezicht. Omdat hij mij dat 1 keer heeft zien doen. Nou, dat soort dingen. Dus er is toch wat werk aan de winkel soms. Maar zij zijn. Eigenlijk, nou, zij is sowieso nooit boos op hem. En heel af en toe zegt hij, oh, Elin deed het ook bij mij. Nou, dat. Zij kan heel goed zelf spelen. Ze vindt het prima om ergens neergezet te worden. En gewoon lekker dingen in en uit een bakje te halen. Met pakjes tegen elkaar te slaan. Sowieso rammen op alles vindt ze leuk. We hebben zo'n Little People boerderij. Dat vindt ze heel leuk. Die diertjes erin, deurtjes open, dicht. Dus ja, ze kan zich eigenlijk heel goed zelf vermaken.
Ook met dat tijgeren. Ja, ze gaat wel alle kanten op, dus je moet wel in de gaten houden. Maar ze vindt het helemaal lekker om gewoon lekker de eigen ding te doen. En het allerlekkerste vindt ze gewoon naar buiten in het wagentje. Gewoon de wind door de haren vindt ze echt heerlijk. Ook op de fiets vindt ze heel leuk. Dus eigenlijk gaat het gewoon heel goed. Ze is nu alweer strontverkouden. En nou, Niels heeft krentenbaard. De bacillen vliegen hier gewoon non-stop om de oren. Nou, die oogontsteking hadden we dus allemaal. Daar word ik wel heel moe van. Ik ben blij als het zeg maar wat minder is. En we gewoon richting de zomer gaan. En zij één richting de één gaat. En al die kinderdagbacillen een beetje voorbij zijn. Het kinderdagverblijf vindt ze heel erg leuk. Als ik daar met haar aankom, begin haar voetjes al te spartelen van yes, leg me maar neer. Ik ben er klaar voor. En daar doet ze het ook gewoon heel goed. Daar eet ze nu ook beter, want het was natuurlijk ook allemaal wat minder. En ze slaapt er goed. Thuis slaapt ze ook goed. We hebben nu gewoon het ritme wat ik vorige keer ook al deelde. Dat hebben we nog steeds en dat werkt. Dus ja, eigenlijk weinig te klagen gelukkig. Toevallig heeft ze vannacht wel een beetje loopspook en gisteravond. En dat vind ik soms heel lastig, want dan weet ik gewoon niet wat het is. Dan is ze gewoon boos, heb ik het idee. Maar waarom weet ik niet. Dus ja, misschien dat er nog een tandje aankomt. Misschien was ook ineens heel verkouden. Dus misschien dat er dwars zat. Maar goed. Ui, fles, paracetamol. Alles is voorbij gekomen. En uiteindelijk is ze goed geslapen. Maar was ze echt een paar uur voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Dan nog even over mij. De vakantie voor wie mijn vlogs heeft gezien. Heeft gezien dat ik daar weer heel veel pijn had. En nog steeds, ik merk dat het nu, en dat merk ik vaak, dus als het, zeg maar, als het te veel overbelast is geweest, dan duurt het vrij lang voordat ik weer mezelf weer kan belasten. Dus nu kan ik op zich, ik heb een tijdje soort van half mank gelopen, niet half mank, maar ik liep een beetje gek. Maar dat gaat allemaal wel weer goed, maar zoals gisteren, dan ben ik dus echt, nou ja, ik heb ze opgehaald bij het kinderdagverblijf. En dan het avondproces. Nou, en daarna moest ik nog heel vaak naar haar toe en heel vaak eruit halen en troosten. En ja, dan heb ik gewoon meteen weer heel veel pijn. Dus het, zeg maar, het herstel is vrij fragiel. Wat mij enorm frustreert. Ik heb nog geen datum voor de operatie. Ik heb ook nog geen akkoord van de verzekering. Dus er is nog in ieder geval niet vandaag zicht op verbetering. Dat gaat echt wel komen. Daar heb ik echt wel vertrouwen in. Maar het is wel vervelend. En ja, ik heb gewoon hulp nodig. En dat vind ik heel irritant om hulp te vragen. Gelukkig zijn er heel veel mensen die het gewoon aanbieden. En dat is mega lief. Maar ik zou het gewoon liefst zelf doen. Ja, gewoon weer kunnen wat ik kon. Nu kan ik ook niet zo vaak met ze spelen als ik zou willen. Want Elin vindt het heerlijk op de grond. Maar ja, ik kan er gewoon niet de hele tijd op de grond zitten. Want ik kan niet makkelijk omhoog komen. Dus ja, dat kan ik één keer doen en dan is het klaar. Wat ik nu vaak doe is, ik ga met haar op de bank zitten. Dan pak ik een koffertje met alles spulletje in. Dan gaan we gewoon hier samen zitten. Maar op een gegeven moment wil zij gewoon weer op pad. En dat is prima. Maar dat merk ik wel, dat ik dat gewoon lastig vind. En ik word er soms ook gewoon een beetje chagrijnig van de pijn. Maar goed, het gaat allemaal goed komen. Ja, en verder gaat het met mij prima. Ik heb het idee dat die hormonen langzaam uit mijn systeem verdwijnen. En dat, ja, dat de scherpte weer redelijk terug is. En ja, dus voor nu gaat het prima. En dat was het ook alweer voor deze update. Ik hoop dat je het weer leuk vond. Ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen. Heb je tips voor die diefraxpenen? Let me know. Andere tips, altijd welkom. Wil je een update zien van hoe het met Niels gaat, die nu 3,5 is, laat het me ook vooral weten. Dan kan ik ook nog een keer een update over hem opnemen. En ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar mijn blote billen gezicht en mijn geratel. En ik zie je heel graag heel snel weer bij een nieuwe video.